Hallo, goedemiddag. Nou, ik wil wel best wel wat vertellen over Dickens. Ik ben inderdaad al een aantal jaren vrijwilliger. Het is eigenlijk onder andere opgezet voor de cliënten die op het Horstenpark werken. Mensen met een verstandelijke beperking. Die maken samen met ons dingen die wij kunnen verkopen. En daarnaast hebben wij normaal een heel dorp met allerlei standjes en kraampjes. Maar ja, dat is dus dit jaar niet zo. Dus wij hebben een mini Dickens opgezet, Dickens to go, staat hier ook boven. En u kunt wat streekproducten kopen, u kunt eigen gebakken appeltaarten kopen van het theehuis. En daarnaast hebben wij lekkere drankjes en hapjes. We zijn geopend op zaterdag en zondagmiddag en op woensdagmiddag van 12 tot 4. Dus dan kunnen de mensen lekker langskomen, wandelingetje maken, gluwandje drinken, warme chocolademelk, allemaal dat soort dingen. Dus, ja. En tot hoe lang zijn jullie nog open? Nou, het streven is in ieder geval om in ieder geval na de feestdagen nog door te gaan. Ja, alleen wordt het dan wat minder kerstig. Dus daar zijn we al over aan het nadenken, hoe we dat weer in een mooi jasje kunnen steken. Dus ja. Leuk. Ja, zeker. En wat verkopen jullie allemaal hier? Nou, we verkopen sowieso zelfgemaakte dingetjes. Of door cliënten die hebben bijvoorbeeld die houten schijven geschilderd. Die kun je in de kerstboom hangen. Wij zijn ook zelf actief bezig geweest om wat kleine dingen te maken. Deze flessen worden door de cliënten in zoverre gevuld en aangevuld. En dan hebben wij er een mooi mutsje op gehaakt. Wat lekkere warme winterkleren, maar goed, moet nog even wachten tot het echt winter wordt. En dan nog wat dingen uit Dickens voorraadschuren, zeg maar. Dus ja. En verder hebben we sinds vandaag hebben we ook gebrande nootjes. Dat zijn cashewnoten of pinda's, ongezouten en gezouten. Dus een heleboel, allemaal voor de kerstsfeer. Nou, het ziet er goed uit. Nou, dankjewel. Ik had er even twee boeken uitgezocht. Ja. Wat kost een appeltaartje? Een appeltaartje is 5 euro. Oké, neem ik een appeltaartje mee naar buiten. Ja, hondenkoekjes hebben we niet. Heeft u nog zin om een nootje te proeven? Die zijn vers gebrand. Zo. Ja, ik ben hier bekend hier in het park en het is goed weer. Dus, en vandaag het weekend sowieso vrij. Ik ben verpleegkundige, dus het is mega veel werken. En dit is goed voor lijf, verleden en mind. Wat is de reden dat u hier bent? Nou, ik loop hier altijd al voor mijn dienst of na mijn dienst, 's morgens, 's avonds. Dus ik dacht, ik wil hier wel even wat te drinken halen. Lekker. Ja, want ja, verder kan er niks. Dus. Nee. Het is een beetje happiness dan. Hè? Veel plezier dan. Dank u wel, van hetzelfde. Hallo. Hallo. Hebben jullie gluwijn? Ja, we hebben het C8. Daar staat het dan natuurlijk. Eerst vaststellen. Er komt een kaartje. En dan... Nou, we zeggen, probeer lekker een nootje uit. Oh, lekker. Dit zijn gezouten pinda's. We hebben ook gezouten cashews, als u het lekker vindt. Alles uitproberen. Er is niks wat ik niet dus. Ik kom ieder jaar normaal hier even kijken. En loop even rond, even een frisse neushaal. En wat drink te vaak. Dus even voor de gezelligheid. De hele dag op een stoel. Dat is natuurlijk ook niet alles.